En tientallen lockdown-overtreders zijn in het afgelopen weekend overgebracht naar het André Kamperveen Stadion. Dit meldt de politie op haar website. Het politieopleidingscentrum wordt tot nader orde ingezet voor andere doeleinden. Het station wordt vanaf vrijdag gebruikt, het stadion wordt vanaf vrijdag gebruikt om lockdown-overtreders hun straf te laten uitzitten. Op het moment dat de nieuwsdienst polshoogte van de situatie nam, waren er nog geen overtreders binnengebracht, maar waren die wel al aangehouden door de politiemanschappen die door de straten van Paramaribo surveilleerden. Voor de bruggen werd een strakke controle uitgeoefend. 33 overtreders, van wie 3 vrouwen, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag overgebracht naar het AK-stadion door een gemengde eenheid van politie en leger. Personen die geen dispensatiebewijs hadden, werden in de politiebussen geplaatst en meegenomen. Volgens de politie zijn er zaterdag in totaal 12 auto's en 7 bromfietsen weggesleept. De 26-jarige lockdown-overtreder Glenn T. is aangehouden met in zijn bezit ruim 50 gram marihuana. De man is ingesloten op het politiebureau van Münder. Hoeveel overtreders er zondag zijn aangehouden is nog niet bekendgemaakt door de politie.